Integraal Kankercentrum Nederland lanceerde eerder deze maand de interactieve kankeratlas, waarop te zien is waar in Nederland bepaalde kanker voorkomt. Uit de data blijkt dat longkanker tot de 3 soorten behoort die het meest worden gediagnosticeerd. In het Artificial Intelligence Lab van het Radboud UMC wordt er gewerkt aan CT-scans die deze vorm vroegtijdig kunnen opsporen middels kunstmatige intelligentie. Dus wat we met AI-technologie proberen te doen, is computers proberen te leren, net zoals radiologen, om afwijkingen in dit soort scans te herkennen. En om computers dat te leren, doen we dat hetzelfde als wij mensen leren. We bieden het veel voorbeelden aan, waarbij we zeggen dat is een afwijking en dat is geen afwijking. En daardoor leren we dit soort computersystemen om automatisch afwijkingen in scans te vinden. Net zoals we tegenwoordig zelfrijdende auto's leren om auto te rijden. Je ziet hier een doorsnede van de borstkas. Deze afwijking is een erg kleine afwijking in de longen. We kunnen hem ook automatisch meten met de software. En dit is een afwijking van 6 mm. Dus je kunt je voorstellen hoe klein dit soort afwijkingen zijn die we al op dit soort scans kunnen vinden. En wat we uiteindelijk willen bereiken is dat we zien dat dit soort technologie steeds beter wordt. Dat we uiteindelijk kunnen uitsluiten dat mensen een longkanker hebben op basis van de CT-scan. Maar dat we een groot deel van de scans die normaal zijn automatisch kunnen uitsluiten. Met in totaal 16 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Bedrijven is het ziekenhuis deze maand met 4 labs gestart die onder het Robuust-project vallen. Ja, het Robuust is een nieuw groot AI-programma waarin overheidsinstellingen, kenniscentra en bedrijven samen gaan werken om betrouwbare AI-technologie voor Nederland te ontwikkelen. Bij het Radboud UMC starten 4 nieuwe AI-labs, 2 bij de afdeling radiologie, eentje bij de afdeling cardiologie en eentje bij de afdeling neurologie. Het Radboud UMC is internationaal gezien een leidend centrum op het gebied van AI-onderzoek in de zorg. Het is ook een van de strategische thema's van het Radboud UMC. En door middel van dit Robuust-programma krijgt ons onderzoek een mooie stimulans om in de komende 10 jaar nog verder te gaan ontwikkelen en echt impact op onze gezondheidszorg te gaan krijgen. In totaal omvat het project 17 nieuwe labs met een budget van 87 miljoen euro. Dit lab, dat is gericht op analysering van longkankerscans, is van belang gezien de verwachte toename van het aantal kankerdiagnoses de komende 10 jaar. Daarnaast wil Nederland in de toekomst starten met bevolkingsonderzoek voor longkanker.